Dames en heren, ik geef graag een eerste reactie op dit rapport. En ik denk dat het op zijn plaats is dat ik allereerst de commissie Vogelzang hartelijk dank zeg voor het werk dat verricht is. Ik denk dat ze grondig en zorgvuldig hebben geopereerd in een relatief korte tijd. En bedenk dat Peter Vogelzang weliswaar korpschef van politie is geweest, maar dat de commissie geen opsporingsbevoegdheid had. Ze heeft gewerkt op basis van de vrijwillige medewerking van velen. Wij vinden het dus een gedegen rapport en dank aan de commissie en de heer Vogelzang is op zijn plaats. U hebt van hem de belangrijkste bevindingen gehoord. Conclusies en aanbevelingen van de commissie zijn behartenswaardig. We kunnen uit deze crisis duurzame lessen trekken. Voor de sport, voor onze ploegen, maar ook voor ons als sponsor. En misschien is dat wel na alle teleurstelling die we de afgelopen zomer gehad hebben een constructieve waarneming. Moet u zeggen dat ik geen enkele sportploeg of sporter of sponsor een dergelijke crisis toewens. Maar het is in ons kamp gebeurd. We hebben nu dit rapport en wellicht zijn er toch constructieve bouwsteen voor de toekomst. Misschien dat ik toch ook even kan stilstaan bij enkele thema's uit dit rapport. Er worden opmerkingen gemaakt over de UCI. En wij zullen natuurlijk de directie vragen om met de UCI dit rapport te bespreken. Ik hoop dat ze daar serieus naar kijken. En dat ze ook iets doen met de aanbevelingen van de commissie. En dat dit rapport dus niet in de la verdwijnt. Inhoudelijk kunnen wij natuurlijk geen positie innemen. Dat is aan de sport zelf. En moet u zeggen, de berichten die ik de laatste weken heb gehoord geven mij ook het vertrouwen dat er iets gaat gebeuren. Belangrijke opmerking van de commissie Vogelzang is dat de Raad van Commissarissen te weinig toezicht heeft gehouden op de directie. En zeker dus als het gaat om zaken als reputatie en integriteit. Ik wil er daarbij wel op wijzen dat de wielerploeg onderhevig is aan toezicht op afstand. Die wielerploeg is dus geen afdeling van de bank. Zoals PSV ook geen afdeling is van Philips. Ze werken dus met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en die ligt bij de statutaire directie. Ook de commissie vindt, zo heb ik het daarnet gehoord, dat in beginsel een goed bestuurlijk uitgangspunt. Laat onverlet, denk ik, dat de Raad van Commissarissen de aanwijzing ter harte moeten nemen om het bewustzijn en de controle te vergroten voor reputatie en integriteitszaken.